Ajax 1 bereidt zich in Oostenrijk voor op het nieuwe seizoen en de 18-jarige Ryan Gravenberg is niet voor het eerst mee. Hij heeft het prima naar zijn zin in de bergen. Ja, ik vind het relaxed. Gewoon trainingskamp. Het is wel zwaar, maar ja, dat hoort er ook bij. Maar ik vind het wel leuk. Ja, met wie lig je op een kamer? Met Jurien en Noah. Ik zag dat het nog eventjes lastig was over wie uiteindelijk de badkamer kreeg. Wie heeft uiteindelijk gewonnen? Noah heeft uiteindelijk gewonnen. Zeg maar, vorig jaar waren we ook hier. En ja, we wisten al dat die kamer een badkamer had, zeg maar. Dus van tevoren zeiden we al, we gaan steen, papier, schaar. En uiteindelijk, ja, Jurien maakte een domme fout. En toen kwam ik 1-1 tegen Noah, maar ja, uiteindelijk winnen. Hoe bevalt het trainingskamp jou tot nu toe en hoe gaan de trainingen? Ja, ik ben wel tevreden. Het kan natuurlijk nog beter. Arbeid is hoog, dus ja, we doen best wel veel. En ik merk ook aan mezelf dat ik steeds fitter word. Dus het gaat wel de goede kant op. Tijdens corona heb jij volgens mij flink aan jezelf gewerkt, want je lijkt een stuk sterker. Hoe heb je dat gedaan en waaraan merk je dat zelf? We kregen een programma van Ajax en die heb ik samen met mijn broer helemaal uitgevoerd. En ja, gewoon in de gym meer squatten bijvoorbeeld of bankdrukken of zoiets. En ja, ik zie aan mezelf dat ik wel een stuk, niet breder, maar gewoon fysiek sterker word. Ja, en merk je dat dat helpt in het veld? Ja, zeker. Waarom merk je dat? Ik denk, als je iemand opzij wil zetten bijvoorbeeld, dan zet je gewoon die hand erin en dan komt hij niet aan de bal bijvoorbeeld. Wie zijn er allemaal bij die jij al van jongs af aan kent en hoe is dat? Die ik echt vanaf jongs af aan ken zijn Kenneth en Brian. Ja, speel ik vanaf de F1 al mee, dus we zijn 10 jaar bij Ajax. Ik ken ze al dus ongeveer 10 jaar ongeveer. Dus het is wel leuk om weer met ze te voetballen. Ja, en hoe is jouw rol daarin hier? Want ondanks jouw leeftijd, je bent 18, denk ik dat jij misschien wel het een en ander kunt uitleggen aan ze hier. Ja, zeker. Ik ben ook bijvoorbeeld langer bij het eerste. En dan kan je ze wel uitleggen hoe het hier gaat een beetje. En wat voor dingen vragen ze aan jou? Meer kleine dingen van hoe moet dit of hoe moet dat. Of Brian vraagt, hebben we vandaag een zware training? Dan zeg ik, je moet rennen, vriend. Dus meer kleine dingen. De jongste debutant ooit in Ajax 1 heeft ondanks zijn leeftijd al aardig wat wedstrijden achter zijn naam staan. Vooral na de winterstop speelde hij meer en meer in de ploeg van Erik ten Hag. En dat vond de jonge middenvelder niet altijd even makkelijk. Ja, het is best wel zwaar seizoen. Zeg maar, het team draaide niet echt. En het is best wel lastig om daarin te mengen, zeg maar, als jonge jongen. En ik moest mijn draai gewoon daarin vinden, maar dat ging een beetje lastig. En, toen kwam corona, zeg maar. Ja. Want vanaf december, je ging ook steeds meer spelen. Ja. En wat vond je lastig? Ik bedoel, is dat dus de echte stap zetten naar de basis elftal? Is dat het, wat moeilijk is? Ja, zeker. Je ziet ook, je krijgt dan bijvoorbeeld een andere druk, zeg maar. Ja, Ajax is de beste club van Nederland, dus iedereen kijkt naar Ajax. Iedereen heeft wat te zeggen over Ajax. En in die periode was dat dan best wel lastig. En dan moet je als jonge jongen goed mee omgaan. En dat was op sommige momenten wel lastig. Ja, want je wisselde goede wedstrijden af met soms een mindere wedstrijd. Ja. Hoe komt dat, denk je? Ik begon goed. Ik geloof wedstrijd tegen ADO voor de winterstop. En toen kwamen we terug met Sparta. Ging het ook wel goed. En toen kwam Groningen. En toen ging het een beetje in een dip naar beneden. Wat zeggen de trainers en stafleden dan tegen jou? Hoe proberen ze jou daarbij te helpen? Gewoon je kopje erbij houden, zeg maar. Gewoon 100% geven als het ook eventjes niet gaat. Gewoon door blijven gaan en niet je kopje laten hangen. Ja, en wat ik net al zei, die hoge verwachtingen. Hoe ga jij daarmee om, met hoge verwachtingen? Voel jij druk daarin? Of? Niet druk. Misschien is het meer druk van mezelf. Dat ik echt graag wil geven en dat het soms daardoor fout gaat. En ik moet dat daar gewoon niet meer doen en gewoon down to earth blijven. Met welke spelers en stafleden heb jij een goede band die jou proberen te helpen en een beetje te begeleiden misschien? Ik denk iedereen gewoon. Ja. Ik denk het is gewoon echt een groep en iedereen geeft elkaar tips. Bijvoorbeeld vandaag op de training werken we aan een speelwijze, zeg maar. En dan Nico geeft me tips bijvoorbeeld, die staat links achter me. Dusan geeft me tips, dus iedereen bijvoorbeeld. In Oostenrijk werkt Gravenberg toe naar het nieuwe seizoen.
Eerder deze voorbereiding maakte hij al indruk tijdens de wedstrijden tegen RKC en Utrecht. Dus vooralsnog gaat het naar tevredenheid. Ik vond het wel goed gaan, alleen ja, het kan wel nog meer. Ik heb mezelf nog niet echt bewezen in die wedstrijden, denk ik. Ik heb meer focust op het verdedigen. En nu moet ik me meer focussen op het aanvallen. Dus ik moet me gewoon in balbezit meer laten zien. Was het gek om in een eerst leeg stadion te beginnen en daarna in een semi-leeg stadion? Ja, is wel gek. Ik vind, ja, met supporters zeg maar is veel leuker. Dus ook al waren er 3000 zeg maar, ja, is veel leuker dan zonder supporters. Gewoon je hebt mensen om je heen zeg maar. Mensen die houden van Ajax en die willen gewoon dat wij zeg maar winnen en dan krijg je ook... Ook al mogen ze niet juichen of iets, je krijgt wel gewoon een bepaalde boost. Gewoon dat je ze gewoon trots wil maken. Ja, wat zijn je verwachtingen voor volgend seizoen? Gewoon uiteindelijk gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen en gewoon basisspeler worden in Ajax. En helpt het in jouw vertrouwen dat de club heeft laten zien, hey, we willen met jou verlengen? Voetbal je met meer vertrouwen door dat soort dingen? Ja, zeker. Als de club je dat vertrouwen geeft, dan heb je ook meer vertrouwen in jezelf. En dan ga je uiteindelijk gewoon, en dan krijg je een bepaalde boost en dan wil je gewoon en dan laat je gewoon alles zoals je ziet. Waarom denk jij dat dit jouw seizoen gaat worden? Waarom denk ik dat dit mijn seizoen gaat worden? Ik moet het gewoon laten zien en dan gaat het gewoon gebeuren.